We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen, 29 juli. Tijdens de avond en nacht zullen er lokaal perioden met lichte tot matige buien voorkomen. Die soms gepaard gaan met onweer en mogelijk windstoten. Op enkele plaatsen in het binnenland zijn er mogelijk zware onweersbuien mogelijk. Aan het eind van de nacht ontwikkelt er plaatselijk nevel en/of mis. Voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen in de middag en avond komen op sommige plaatsen perioden voor met lichte tot matige buien, die soms gepaard met onweer. De meteorologische dienst waarschuwt dat morgen 29 juli in de middag op enkele plaatsen matige onweersbuien voorkomen die eventueel gepaard gaan met windstoten.